Na Get Ready en Enzo kwam een nieuwe groep ons dit jaar verbazen, Boys Band. De naam zegt het zelf al. BV Magazine was erbij toen het vrolijke viertal een avondje ging stappen in Antwerpen. Blijf, blijf aan de schoolpoort staan, want ik kom eraan. En neem je voor altijd mee. Wow, wow. Ja, we zitten in andere. Het is nu 11:30. Het is een moment, hè, man. Ik ben Wim van Boys Band en u kent me misschien nog wel van vroeger. Vroeger trad ik op als Wim van Meren en bracht onder andere nummers van Jo de Poorter, Liefde op het eerste gezicht. En ik ben heel gelukkig nu bij Boys Band te mogen zijn via de heel moeilijke audities. Maar het is me gelukt en ik ben er fier op. Hallo, ik ben Bjorn. Ik heb al een paar jaar showbiz-school achter de rug in Oostende. Heel bekend trouwens van Niels William, Hunter Levy en et cetera, et cetera. Ik ben nu ook lid van Boys Band en ik vind het heel tof om bij Boys Band te zijn. We hebben al heel veel plezier gemaakt en we hopen in de toekomst ervoor te gaan. Hi, ik ben Jo. En ik heb net zoals Bjorn op de showbiz-school gezeten in Oostende. En ik ben ook via de audities bij Boys Band terechtgekomen en ik vind het enorm graaf. Hallo, ik ben Jeffrey. En ik ben 20 jaar, ik kom uit Steendorp en ik heb fotografie gestudeerd en dat heb ik dan ook uitgeoefend als beroep tot wanneer ik bij Boys Band terechtgekomen ben. Boys Band wordt als de nieuwste concurrent van Get Ready gezien. Willen jullie nu Get Ready voorbij steken? We kunnen altijd proberen, dus mocht het niet lukken, ja. Wel spijtig, maar we gaan ervoor. Hè? Het is niet echt ons doel om Get Ready te kloppen. Het is de eerste jongensgroep in Vlaanderen geweest en al die andere jongensgroepjes zullen opvolgers worden van Get Ready. Ze staan heel sterk. En het imago van de Boys Band? We hebben allemaal onze eigen stijl van kleding. Dus ieder heeft zijn eigen look, ieder heeft zijn eigen type, brengt zijn eigen type naar voren. Tegenover de andere jongensgroepen zijn allen gelijk. Ook, we zijn volop bezig aan de full CD en dat zal ook duidelijk zijn dat er verschillende genres zijn van muziek. Dus het zal niet allemaal in hetzelfde. Er zullen dance nummers bij zitten, er zullen hip-hop nummers bij zitten, er zal zelf een slow bij zitten normaal gezien. En daar zal het wel duidelijk zijn, het verschil tussen misschien de andere jongensgroepen. Wij zijn gewoon vier toffe jonge knullen die ons willen amuseren. Ja. De levensduur van jongensgroepen die is vaak niet zo lang. Hoe zien jullie dat? Wij hopen een volwaardige popgroep in Vlaanderen te worden. Dus je ziet dat langer duren dan 2-3 jaar, zoals absoluut. De meeste jongensgroepen. Ja, zeker en vast. Absoluut. Ja. Wij gaan, er staat echt geen limiet op van, kijk, na 3 jaar stoppen we ermee. We willen zo lang mogelijk voortgaan en een vaste waarde worden in de showbizwereld. We zijn er zeker van dat het mogelijk is om een volwaardige popgroep te worden als er genoeg gewerkt wordt. Dan is een dansnummer, dan is misschien iets meer rocknummer. We zullen een slowke kunnen uitbrengen. Het gaat gewoon proberen van niet te saai te maken, dat er veel afwisseling in zit, zodat het kan blijven duren. Dat de mensen elke keer weer het nieuw zien en toch erkende gezichten. Ja, we willen ook een breder publiek misschien aanspreken dan andere mensen die in de showbizwereld zitten. En we hopen dat iedereen eigenlijk, dus zowel jong als oud,
onze muziek leuk vindt en ons werk apprecieert. En ons nooit meer vergeet. Van je rechts in een andere klas weet ik dat ook jij van me houdt. Van me houdt. Dat jij aan me denkt staat ook in het grote bord. Blijf aan de schoolpoort staan. Wat denk ik kom eraan. En neem je voor. Heb je een idee wie jullie fans zijn? Voornamelijk zijn het wel jonge meisjes. Dat is meestal wel bij een jongensgroep. Maar er zijn ook mensen, dus moeders, die soms nog hysterischer zijn dan hun dochters. Of dan hun... We krijgen ook veel brieven van mensen die zeker 5, 6, 27 jaar zijn. Dus zelfs na 30 of over de 30 jaar. Dat vinden wij heel tof. Jullie zijn met vier verschillende jonge mannen die dagelijks moeten samenleven en werken. Dat is niet zo evident. Is er wel eens ruzie in de groep? Ja, zetten vier wildvreemde mensen bij elkaar, dan komen er altijd wel eens spanningen. Ja. Maar spanningen die nog wel redelijk in de mate hebben gelegen. We hebben alles al kunnen uitpraten. Gewoon meningsverschillen. Nog niet echt ruzie. Het is nog niet geweest van we willen elkaar niet meer zien. Het is altijd een hele hoop vrienden. Ik denk dat we ook alle vier oud genoeg zijn en wijs genoeg zijn en weten waar we mee bezig zijn om dat op een diplomatische manier op te lossen. Jullie werden ontdekt en begeleid door Niels William. Valt die samenwerking met Niels een beetje mee? Schrikkelijk. Ziet hem doen. Heel moeilijk, heel moeilijk. Dat is niet een moeilijk geval. Nee, je valt niet mee te klappen. Is inderdaad onze manager, maar eigenlijk is Vivani, dus hij werkt nog mee of gaat in de toekomst toch met mensen samenwerken. En we zijn hem wel heel dankbaar voor wat hij voor ons al gedaan heeft. Maar eigenlijk, wat hij voornamelijk doet, is ons achter de schermen helpen. Omdat hij zelf ook al wat jaren ervaring heeft. Maar niet specifiek. Niels William en Boysband mag niet gekoppeld worden. Het is eigenlijk gewoon Vivani Producties, het bureau waar hij voor werkt, of dat van hem is, waar wij voor werken. En hij helpt ons voornamelijk achter de schermen. Ja. Maar we zijn alleszins blij dat hij ons vieren samengebracht heeft. Ja. We gaan hem op ons knieën bedanken. Ik heb al veel van die jongen geleerd. Yeah.